Voilà, de tweede dag. Just opgestaan, gedoucht en ons klaargemaakt. En nu gaan we even op zoek. We gaan naar Manhattan. We gaan op zoek naar het tof plaatsje voor te ontbijten. Dan hebben we dat ook gehad. En dan gaan we op verkenningstocht door New York. Al die hoge gebouwen in het Financial District in Manhattan is een kleine, originele, authentieke Amerikaanse diner waar wij lekker gaan ontbijten. Eggs en bacon. Ja, eerlijk, vandaag is weer, het is gewoon super, de zon schijnt, volle bak. Het is lekker fris, maar zo aangenaam fris, weet je. De stad is volle bak aan het leven, we zijn juist naar de Levi's winkel geweest, we wandelen hier een beetje rond, we stoppen ergens, we eten iets. We kunnen het niet beter hebben, echt geweldig. Hier achter mij, dat was eigenlijk waar die glazen Apple Cube was, maar zoals je ziet zijn er niet veel werken aan de gang. En dat is jammer, nu, ik heb wel chance, ik heb het 4 jaar geleden gezien toen ik met school gekomen ben hier. Maar ja, het hele beeld is anders. Hè. Alle foto's, het iconische beeld van Fifth Avenue met die Cube hier is dus ja, verdwenen, jammer genoeg. Maar ja, niet getreurd. Apple winkels genoeg in New York. Kijk, dat is super roze. Dat is enorm mals en enorm rijk van smaak. De augurk erbij, een goede pint bier. Ja, het is geniaal. En de zaak hier is zo gezellig en die bestaat al sinds 1888, lees ik. Onvoorstelbaar. Echt, Sascha, heel goede tip. We zijn ons uur aan het haasten, want we waren deze morgen zo op ons gemak gekend toen dat we vergaten dat we een afspraak hadden. We hebben een afspraak bij Rockefeller Center. We gaan eigenlijk naar de top van Rockefeller Center om ja, het uitzicht van New York te krijgen. En dat we een volledig overzicht hebben van hoe alles er hier uitziet. Super vet! En nu gaan we ons haasten. Onvoorstelbaar vet uitzicht. We hebben een ideaal dak uit, want er is geen wolkje aan de lucht. De lucht is super blauw en het is ja, super leuk. Weet je het? Nee, zalig. Eigenlijk moet ik iets zeggen. Eigenlijk weet iedereen nu waar ik sta op dit moment. Dus ik ga gewoon zwijgen.
ondenkbaar is gebeurd. Ik heb gewoon echt een pet gevonden hier in de US die ook op mijn hoofd past. Ik zei op voorhand tegen Sasha voordat we naar hier kwamen dat er geen petten zijn die mij passen. En dat was dus wel het geval hier op Times Square bij Lids. Daar waren zoveel keuze en het was heel raar voor mij om een pet vast te nemen, op te doen en dat ik paste gewoon. Dus ik heb een roze gevonden, matchy met mijn hoodie. Ik heb ook nog een zwarte gekocht en een muts. Dus ik ben zeer zeer content. Mijn groot hoofd voelt zich hier enorm thuis. Op zich zijn we wel content, denk ik, Sasha, met de buurt waar we in zitten. Williamsburg. Het is een beetje een hipsterbuurt wel, maar dat vind ik leuk. Niet dat ik een hipster ben of dat ik mij zelf daarbij reken, maar ik vind dat wel tof. Kleine winkeltjes, van die speciaalzaakjes, gezellige vibes. En totaal niet onveilig of weet ik veel wat. Dus ja, goede keuze. Airbnb valt ook goed mee. Het weer is top, dus eigenlijk hebben we niks om te klagen. Top reis tot nu toe, echt waar.